weg van het gezicht. En hoeveel telefoons er intussen geweest zijn ofzo? Goh, enorm veel alleszins. Hè. Rudy die wint niet veel koersen, maar als hij een wint, dan weet hij welke dat hij wint. De brief van de kneet. Aan de wereldkampioen 1990 van Vladivostok tot Timbuktu, van Tokio tot Nebelen, van de hele wereld dus, Rudy Dalens. Beste champ. Van harte proficiat gewenst met het behalen van jouw wereldtitel. Je ziet dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Want een wonder is natuurlijk wel het winnen van een regenboogtrui. Toen we bij PDM met elkaar op de kamer sliepen, ik denk dat het in de ronde van België was, kan ik me nog een gesprek herinneren. Aan dit gesprek moest ik denken toen ik op tv naar de finale van het WK zat te kijken. Je vroeg me toen, lachend, hoe je wereldkampioen kon worden. Ik zei toen dat je niet moest lachen, want voordat je het weet ben je het zelf, want ook Rudy Dalens kan wereldkampioen worden. Misschien weet je het nog, dat ik toen heel serieus was. Dat gebeurt niet zo vaak. En kijk, je hebt er niet voor geleerd, maar het overkomt je wel. Rudy, ik weet dat je een nerveus type bent, en deze trui zal de rust niet ten goede komen. Maar weet één ding, als die klootzak van de kneet heeft gekund, dan kan jij het toch ook zeker. Ik wens je samen met Greta veel geluk en sterkte toe voor de komende tijd. De kneet. Wat een mooie brief. Nee, het schijnt op de blaarmeester te zijn, maar Dirk is net met de blaarmeester geweest en schijnt die fietsende van de slagmolen gedaan te hebben en kan Marcel nu niet bereiken. En wat dan? Ja, dat weet ik toch niet. Heb je geen fiets meer nu? Nee, mijn fiets en mijn reserve fiets die zijn allebei mee. Reeds herhaald heb, dat midden de zorgen die we hebben,
als verantwoordelijke voor de regering van ons land en gelet op de internationale toestand, dat u ons op een ogenblik van grote zorg ook zoveel vreugde hebt bezorgd. Ik heb het vorige zondag reeds gezegd in de televisieuitzendingen waar ik moest aan deelnemen. Het is echt van harte dat ik u hier ontvang. Ook en vooral omdat u naast de voetbalsport een sport beoefent die mij zeer nauw aan het hart ligt. En als ik zeg nauw aan het hart ligt, heeft dat een heel bijzondere betekenis. Een goeie man is dat niet, hè? Ja, merci, hè. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, lekker. Goedemiddag. Hoe is het, jongen? Goed, verdomme, zeg. Beetje rust. Ik was vanuit die groep van ons bij die andere mannen gekomen. Maar Gajan die reed ervoor. Die was uit die groep gedemareerd achter Dirk met Lauritsen. En ik was vanuit die groep naar Gajan gereden. Dus en ik was naast Gajan gereden. Naast Gajan gaan rijden. Dus en ik keek Tom en hem dacht misschien dat ik op kop aan het rijden was voor dat gat dicht te rijden. Dus dat, hè. Ja, als ik dan vlug op omkijk, bergop, dan lijkt dat iedereen in het wiel zit, maar ja, dat is niet zo natuurlijk. Hij draait wat kwaad op jou eigenlijk. En denk het dan? Ik weet het niet, hè. Lauritsen die demareert. Ja, ik ga er direct naartoe. Ik dank u al. Ik zeg, ja, nu zit er zeker nog meer in. Ik pik in en hij remt precies een beetje af. Ik ga er direct over. En dan begint hij een beetje op zijn kortrek zo met de schel. Rijden. En ik zeg, ja, ik steek mijn armen omhoog en ik zeg, ga rijden. Ja, ondertussen, ja, dan ga ik allemaal natuurlijk op de grond. Maar je was wel bijzonder snel recht, hè? Ja, ik was eigenlijk rapper op mijn fiets dan dat ik neerkwam. Maar ik was er nog sneller bij. Dan dat was eigenlijk de rapste keer dat ik de berg opgereden ben. Nee, dat kon niet anders. Ja. Nu is het de eerste keer hier in Veerle-Laakdal, maar het is een geschenk uit de hemel, geloof ik, die eerste en die tweede plaats van Dames aan de Wolf voor u. Ik meen het wel zo te zeggen dat het echt waar tussen een zuiver geluk en ik ben echt blij dat ze natuurlijk hier zijn aan dezelfde voorwaarden zoals ik ze gesteld had. En ja, ik ben echt blij, veel volk en veel ambiance en ik denk dat het wel zal lukken. U hebt dus niet meer moeten betalen omdat ze goud en zilver toch wel, denk ik. Ja, dat is niet te overwegen tegenover de prijzen die ik nadien al gehoord heb. Efficiënt, hoeveel dat ze nu eigenlijk gaan vragen, maar ik denk dat het niet overdreven zal zijn. Bij mij valt het mee in elk geval. U hebt geen moment getwijfeld? Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik heb gisteren met meneer Verhelst de contracten getekend, zonder aarzeling. Voor een organisator moet dat de dag van zijn leven zijn, zeker nu? Zeker en vast. Ik voel me wel bubberichtig, maar dat gaat zelfs wel over als alles vertrokken is en alles rustig en dan zijn we wel goed op drijf. Meer over het criterium. U hoort misschien een beetje gemompel op de achtergrond. Dat zijn Roger de Vlaming en Rick van Steenbergen. In de jeugdreeks was Dirk de Wolf een winnaar. 18 overwinningen bij de nieuwelingen, 41 bij de junioren en 36 bij de amateurs.
Ook bij de profs debuteerde hij sterk. In Parijs-Nice, de eerste belangrijke wedstrijd van het jaar, wint hij een rit. De Wolf laat in zeer slechte weeromstandigheden Twan Poels, Pascal Guyot en Eddy Plankaert achter om met voorsprong te winnen. Het begin van een grote loopbaan, dacht men toen. Maar in 84 en 85 wint de Wolf één enkele kermiskoers. In 86 lijkt de eeuwige belofte door te breken. Nadat hij niet alleen een rit wint in de Vierdaagse van Duinkerke, wordt hij ook nog eindwinnaar. De Wolf in het roze op het erepodium met zijn Hitachi-ploegmaats. Maar ook deze overwinning betekende geen doorbraak voor de Wolf. In 87 wint hij één klein wedstrijdje, in 88 geen enkel. Pas in 89, hij is dan 28 jaar, komt zijn loopbaan in een stroomversnelling. Hij leert Roger de Vlaming kennen, die adjunctploegleider wordt bij Hitachi, en hij behaalt zijn eerste grote overwinning. Dirk de Wolf wint dwars door België, eindelijk. De Wolf wordt dat jaar ook achtste in de Ronde van Vlaanderen en zesde in Gent-Wevelgem. Maar zijn beste prestatie dat jaar levert hij in Parijs-Roubaix. De Wolf komt samen met Jean-Marie Wampers aan op de wielerbaan in Roubaix. In de sprint is hij echter niet opgewassen tegen Wampers. De Wolf wordt tweede. In 1989 wordt duidelijk dat ook het WK hem ligt. Op twee ronden van het einde gaat hij met twee medevluchters achter drie leiders aan. In de afdaling van de Col du Montagnol gebeurt echter dit. De Wolf wil nog zo snel mogelijk de fiets op, maar het wereldkampioenschap is dan voorbij. In de herhaling nog eens de val, iets wat hem goed lukt op wereldkampioenschappen. In het voorjaar van 1990 blijft het lang stil rond de persoon van Dirk de Wolf. De Wolf is lang ziek en pas in het kampioenschap van België treedt hij opnieuw op de voorgrond. Hij wordt vierde na Criquelion, Van Hooijdonk en Van den Abele. Vlak voor het wereldkampioenschap wordt duidelijk dat hij in conditie is. In de druivenkoers, de laatste voorbereidingskoers op het WK, is hij veruit de sterkste. En dan wordt ook bekend dat hij volgend jaar zal uitkomen voor de nieuwe ploeg van Roger de Vlaming. Als amateur is Rudy Danus geen hoogvlieger, amper 11 overwinningen, waaronder een kampioenschap van België achter Dernies. In 83 wordt hij prof bij Splendor, een jaar zonder overwinningen. En in 84 wint hij één wedstrijdje. In dat jaar blijkt voor het eerst zijn voorliefde voor ereplaatsen. Danus wordt vierde in de Gold Race. In 85 doet hij nog beter, vijfde in Parijs-Roubaix. En in Gent-Wevelgem, die Erik van der Aarde net voor Phil Anderson wint, wordt hij derde. Datzelfde jaar rijdt hij ook een sterk Belgisch kampioenschap. Danus ontsnapt in de laatste ronde met Paul Hagedoorn, maar zijn vleugels worden afgeknipt wanneer zijn ploegmaat Claude Criquelion het duo vervoegt. Danus moet voor Criquelion de sprint aantrekken, zodat de Wallonie Hollandsy voor eigen publiek Belgisch kampioen kan worden. Maar de ploegtactiek mislukt en Paul Hagedoorn wint. Danus is derde. Eén jaar later loont de ploegtactiek wel. In de toerrit met aankomst in Bordeaux worden de rollen omgedraaid. Criquelion laat op enkele kilometers van het einde in een bocht het gat vallen voor Rudy Danus. Danus alleen weg. In de laatste rechte lijn komt de Nederlandse spurter Mathieu Hermans nog sterk opzetten. Maar Daantje houdt stand. Zijn eerste grote overwinning is binnen. Iets eerder dat jaar reed hij ook een sterke Parijs-Roubaix. Met Ferdy van den Houten, Adrie van der Poel en Sean Kelly gaat hij naar de eindstreep. Danus zal tweede worden in de sprint. Dat jaar was King Kelly veel te sterk. En Parijs-Roubaix ligt Danus blijkbaar goed. Eén jaar later is hij weer aanwezig in de beslissende ontsnapping met Patrick Versluis, Jeff Liekes en Flip van den Branden. Even dreigt hij uit de kopgroep te verdwijnen wanneer hij op de kassei ten val komt, maar hij kruipt terug op de fiets en krijgt weer aansluiting. Jammer genoeg komt er op een paar kilometer van het einde nog een renner aansluiten, Erik van der Aarde. In de sprint maakt hij geen enkele kans tegen de Limburger.
Danes wordt derde, de grootste ontgoocheling in zijn loopbaan. Ja, toch een raar bij me kwam. De droom stortte in plotseling. Alles viel ineen. Ja, kom. Het is goed en ik kan maar hopen dat het toch een keer lukt. Alhoewel dat Van der Arend zijn prestatie natuurlijk formidabel is, alleen te kunnen terugkomen. Het is de enige renner die dat kon met de achtergrond nog kunnen waarmaken heeft. Ik wil niet van zijn prestatie afnemen, maar kom. Ik had liever gewonnen. In 88 gaat hij naar PDM en het grossieren in ereplaatsen gaat gewoon door. Vierde in de omloop Het Volk, achtste in de Ronde van Vlaanderen en achtste in Gent-Wevelgem. 89 is een kalm jaar met een zevende plaats in Milaan-San Remo. In 90 draait hij zijn beste seizoen. Vierde in Luik-Bastenaken-Luik, derde in de Wincanton Classic, tweede in de wereldbekerstand. In de Ronde van Vlaanderen bewijst hij voor het eerst dat hij, na het uitvallen van Kelly, ook een kopman is. Als enige kan hij de uitval van Moreno Argentin beantwoorden. In de sprint is Argentin te sterk. Danes wordt tweede. Weer tweede. Weer tweede is een linie. De klank is al niet slecht. De fotograaf wat doen met die flitsen. Kijk, en hier, kijk naar Rick van Looy. Begrafenis en glunderende van Steenbergen natuurlijk. Maar het was toch niet echt een feestelijke terugkeer door die oneenigheid in het Belgische kantoor. En dan? Adriaanse, Jan. Staan op. Staan op. Ja. En dat is Rick. Wat is niet? Rick van Looy. Toch niet echt. Daar de sprint, het gaat ook van... Dat is ook straf. Verzonnen zware omloop, dat dat massasprinten zijn daar. Ja. Kijk, daar gebeurt het. En dan moet je ziet het ook nu aan de gezichten, dat er iets, een haar in de boter is. Dat is Van Looy. Daar gaat die hem komt feliciteren zeker, met zijn tweede plaats. Ja. En hier, jij bent ook niet echt feestelijk gelukkig, Benny? Wel, op die moment nog toch niet. Hè. Het was eigenlijk een beetje een begrafenisstemming en zo. Normaal gezien moest Marianne een bel winnen, dat was Van Looy. Het ongeluk wel dat ik hem zus klop en dat ik een bel ben. En daar is hij wel op het podium verschenen, Rick? Daar is hij wel op het podium verschenen, maar hij heeft toch zijn bloemen weggegooid, denk ik. Ja. Het is toevallig twee keer Rick Van Looy natuurlijk, maar ik kan er wel begrip voor opbrengen, want mijn eerste idee, eerlijk gezegd, toen we naar de beelden van Japan zaten te kijken en het werd duidelijk dat de twee Belgen weg waren, was toch van, ai, wie gaat dat hier verliezen? De afvalling bij de amateurs, dat is een officieuze discipline op dit WK, wordt Tom Steels erg ongelukkig uitgeschakeld. Een tegenstander rijdt tegen Steels aan en hij glijdt eruit. Nu ga ik naar u. Hier de ongelukkige Tom Steels. Zo blijven de Belgische kansen in handen van Erik Schoefs. Erik Schoefs, de spurter, die is uitgeschakeld in de achtste finales van het snelheidsnummer. Erik Schoefs draait goed mee met de laatste drie. Hij is al zeker van het brons, maar daar blijft het bij. Hier valt hij af. Zo gaat het goud naar Stefan Steinweg uit de Bondsrepubliek. Het zilver is voor Adrian Hawkins uit Groot-Brittannië. Brons voor Erik Schoefs. 28 fietsende dames op de baan voor de puntrit over 30 kilometer in een rechtstreekse finale. Op kop, mee op kop, Christel Werks, de Limburgse. Ze kan haar spijtige uitschakeling in de achtervolging goedmaken, maar het wedstrijdverloop zit niet mee. Door haar gebrek aan ervaring blijft ze te vaak onderaan in het wiel en moet zo telkens een ommetje maken om punten te oogsten. Toch staat ze na 45 ronden op de derde plaats. Voor Christel Werks is het maar de derde puntrit in haar carrière. Ze strandt op één punt van het zilver. Met nog meer stielkennis en durf en een betere voorbereiding zit er meer in. Het goud is voor Karen Holliday uit Nieuw-Zeeland. Hier is ze. Ze heeft 33 punten. Svetlana Samosvalova uit de Sovjet-Unie is tweede. Op de derde plaats Christel Werks. Na
naar het keirenrijden dan bij de profs met 9 finalisten. En met Michel Vaarten. De pacemaker is weg, de posities worden ingenomen. Keirenrijden is jaren geleden uit Japan naar Europa en naar het WK overgewaaid. Nu is deze discipline dus back to the roots. Voorin de Australische kamikaze-piloot en bodybuilder in zijn vrije uren, Stefan Peet. Onderaan komt Hübner, hij krijgt een kwak. Van die Peet nog een valpartij. Toch gaat Peet als eerste over de finish voor Hübner en Michel Vaarten. Gejuich bij de Australiër, maar niet bij de juryleden. Ze hebben natuurlijk gezien hoe deze man hier voorin heeft gelaveerd om en Vaarten en Hübner van de eerste plaats af te houden. Jury komt bijeen, korte beraadslaging en deze man, Stefan Peet, wordt gedisqualificeerd. Heel terecht. Hier nog eens de spurt, Hübner onderaan, dan die Peet. Een valpartij, Michel Vaarten komt helemaal links, is natuurlijk gehinderd door die valpartij. Het goud is voor Michael Hübner uit de DDR. Zilver gaat dan door de disqualificatie van Peet naar Michel Vaarten. Het brons is voor de Italiaan Claudio Golinelli. Voor Michael Hübner, iemand uit de ploeg van Willy Teirlinck, het tweede goud al. Hij is de eerste wereldkampioen prof wielrennen voor de DDR. Hij heeft ook al het snelheidsnummer gewonnen. Zilver Michel Vaarten, brons voor de Italiaan Claudio Golinelli. We hebben hier heel de tijd zo gezegd. Laatste ronde inderdaad, dames en heren, van dit criterium. En wie is er aan de haal gegaan? Rudy Danes. Rudy Danes in de aanval en Claude Criquelion die doet nu wat hij zondag niet gedaan heeft, namelijk achter Claude Criquelion of achter Danes rijden, liever met Frison in derde positie en dan een groepje erachter met ook nog Dirk de Wolf. We zijn de allerlaatste ronde ingegaan. We zijn eens benieuwd wie hier over een korte tijd als winnaar door de finish zal gaan. Het zou dus een eerste zege kunnen worden voor Rudy Danes als wereldkampioen of wordt het toch nog Dirk de Wolf of wordt het nog iemand anders. We zien het zo dadelijk. En daar kijken wij, dames en heren, naar de renners die naar de finish komen. Een groepje met onder meer Claude Criquelion erbij. Met, ik denk, ook Rudy Danes, maar het is hier zo donker. Rudy Danes, gaat Rudy Danes het halen? Nee, het is Frison voor Danes, Criquelion en Jan Wijnands. Dat zijn de eersten hier. Mag ik je vragen wie de eerste drie renners zijn? Ja, Dirk, ik dacht even, vandaag wordt het 1 Dirk de Wolf en 2 Danes. Ja, maar het was iets te vlak eigenlijk en iets te gevaarlijk op het laatste, want het was er echt van achteren en bijna niet meer te doen, dus gevaarlijk voor echt door te koersen en, maar ja. Maar ik geef voor je door tot bij Rudy. Rudy, ik had eigenlijk een pronostiekje gemaakt, Dirk 1 en jij 2. Jij bent wel 2, denk ik. Ja, nip 2, denk ik. Frison die kwam nog net op de laatste meters nog. Dat was een streekrenner ook, hè? Ja, dat wel, maar ja, ik had toch graag gewonnen hè. Ja. En hoe viel het mee? Want je hebt eigenlijk nog niet zoveel op de fiets kunnen zitten en weinig geslapen, al die drukte daar rond. Ja, in het begin had ik het een beetje moeilijk. Het gaat toch snel in zo'n criterium dan? Het is er direct snel rijden. Dat is een van het snelste criterium dat, er ooit gereden is, denk ik. We hebben de hele dag denk ik, met de VRT rondgereden. Dus, ja, dus het was ontzettend snel en als je met 2 en al mee zit, het is hier, zouden we ons een beetje in douw, hè. Goed zo, ja. Morgen normaal is Saint-Étienne en vrijdag hoop ik in Berlijn te rijden en dan zaterdag zit ik, laatste show normaal en s'avonds tongeren, maar ja, ik kan maar 1 of 2 doen, denk ik. En zondag en verder dan nog? Zondag, grote prijs in die Merckx en ja, dan zou ik wel graag goed willen rijden, alhoewel dat ik weet dat ik eigenlijk geen tijdrijder ben. En, maar ja, ik vind dat ik toch tegenover Eddy Merckx iets schuldig ben. Of toch iets wil terugdoen na hetgeen dat hij toch voor ons gedaan heeft in het wereldkampioenschap. En daarom rij ik de grote prijs Eddy Merckx. Is er nog een wedstrijd de komende weken of maanden waar jij zegt, daar heb ik eigenlijk nog mijn zinnen op gezet? Ja, zeker en vast. Volgens mij de eerste wedstrijd waar ik echt naartoe leef is de grote prijs van Montreal. Dat is op 30 september. De wereldbeker speelt nog altijd in je hoofd. Ja, en misschien nog Parijs-Brussel. Die zullen misschien ertussen nog rijden omdat die dan vlak voor Montreal valt. En dat is een mooie wedstrijd ook, Parijs-Brussel.
Dirk, heb jij nog een wedstrijd waar we mogen op jou pronosticeren? Ja, ik zou ook zeggen, de wereldbekerwedstrijden zeker. En ja, daar in de eerste plaats ook Parijs-Brussel, voor mij. Dan ook natuurlijk de grote prijs van Amerika, moeten wij met de ploeg zien. Als je goed zit, zitten we misschien terug mee, met samen in de finale met een beperkte groep. En dus kunnen wij, maar kan er misschien nog veel helpen ook. Dus misschien een keer omgekeerd 1 en 2 worden. Dat was niet slecht. Zeg, en nu snel naar bed? Of? Ja, toch, want je moet toch tellen. Het is nog een beetje napassen hier ook. En die drukke dagen dat gepasseerd zijn. Van hier nu toch redelijk snel naar huis. Wel thuis allebei, hè? Dank u wel. Redelijk snel naar huis, hebben ze gezegd. Heren, jullie waren het niet helemaal